Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video, een nieuwe podcast waarin we het vandaag gaan hebben over de donkere nacht van de ziel. Wat is de donkere nacht van de ziel eigenlijk? Omdat ik gemerkt heb dat er nog voor, dat het nog voor heel veel mensen onduidelijk is. En dat natuurlijk met alle collectieve gebeurtenissen van niet alleen het laatste jaar, maar het laatste jaren, meer en meer mensen bezig zijn met ontwaking. En dus mijn bewustwordingsproces dacht ik dat het tijd was om daar nog eens bij stil te staan en om eigenlijk wat uitleg over te geven wat dat eigenlijk betekent om doorheen die donkere nacht van de ziel te gaan. Nu, wanneer je ontwaakt, dan ga je trauma's, oude pijnen gaan transformeren om eigenlijk zuiverder te worden. En deze transformatie, waar dat die donkere nacht van de ziel een onderdeel van is, kan heel uitdagend zijn. Want het vraagt natuurlijk dat we obstakels en blokkades aankijken, schaduwen aankijken, waar we eigenlijk altijd een hele lange tijd hebben weggeduwd. Daarom is bewustwording ook durven het oude los te laten. En vertrouwen dat er altijd iets nieuws in de plaats zal komen, gaat gaan stromen. Want dat is eigenlijk één van de kosmische wetten. De wet met het vacuüm, wat dat eigenlijk zegt, als je iets wegdoet of leegte creëert, dan wordt dat automatisch ingevuld. En dan is dat jou om te beslissen wat dat daar in de plaats mag komen. In dit proces van bewust worden zijn we ondersteund door de collectieve energie. Maar dus ook door alle lichtwezens van eenheid die als gidsen dag en nacht voor ons klaarstaan. Nu, door jezelf te openen en je over te geven aan deze transformatie, zal je sneller het proces doorlopen. Zeker nu we de shift gemaakt hebben naar nog weer een hogere energie, dat eigenlijk voor iedereen hier beschikbaar is op aarde. Natuurlijk blijft het nog steeds jouw keuze, jouw vrije wil, of dat je hulp vraagt aan de lichtwereld of niet. Het is jouw vrije keuze, jouw vrije wil, of dat jij je laat ondersteunen door mensen die het pad al hebben gelopen, of niet. En het dus op jezelf helemaal alleen doet. Dat kan. Dat is perfect mogelijk. Waar ik jezelf nog over wil ook aan het opmaken, is het feit dat het proces van bewustwording, en dat is eigenlijk die donkere nacht van de ziel, niet lang hoeft te duren. En het hoeft dat helemaal niet moeilijk te gaan. En ook dit maakt eigenlijk nog deel uit van overtuigingen die je hebt. En dus van de dualiteit die er nog steeds is in jouw leven, in jouw bewustzijn. Dus stel jezelf de vraag van, hoe denk ik over mijn groeiproces? Dacht ik dat het moeilijk zou gaan? Dat het lastig zou zijn of niet? En wat manifesteer ik hierdoor? Nu, op het ogenblik dat je aan het ontwikkelen bent, is het logisch dat je een gemoedstoestand op en neer gaat. En hierbij is het belangrijk om dan, voor zover dat mogelijk is, voor zover dat je dat al kan, om afstand te nemen van je emoties. Want ze zijn ontstaan door ervaringen uit je verleden. Ze vertellen je wat dat er mag veranderen, wat hij mag leren. Bijvoorbeeld, ben je verward? Vraag jezelf dan af wat dat ervoor gezorgd heeft dat je gaat gaan twijfelen, dat die verwardheid er is. Welke gedachten heb je en waar ben je bang voor? Is het omdat je bang bent om verkeerde keuzes te maken? Is het omdat je niet goed weet welke weg voor jou belangrijk is? Weet dat er doorheen het transformatieproces geen verkeerde keuzes zijn. Het zijn allemaal leermomenten. Alles is er om jou te healen, om jou te genezen. En het zijn kansen voor jouw ziel om lessen te leren. Dus wanneer je de ene dag super blij bent en de dag nadien doodongelukkig, dus eigenlijk het volledig compleet tegenovergestelde, en liever kiest of het liefste de ganse dag in je bed zou blijven liggen, besef dat het deel uitmaakt van de donkere nacht van de ziel. Want de ene keer zit je al in die hogere energie, en de andere keer val je eigenlijk nog een stukje terug. En dat is heel normaal. Dus wees niet zo streng voor jezelf. Grijp dit aan als een kans om meer over jezelf en over je leven te leren. Nu, wanneer je je droevig voelt of verdrietig voelt, kan je jezelf de vraag gaan stellen wat dat maakt dat je dit zo aanvoelt als een falen. Want tenslotte mag elke emotie er zijn. Dus het is niet zo dat je plots een mindere dag hebt, dat je gefaald bent en je bewust wordt. Nee, zeker niet. Want elke emotie dat je voelt is een manier van je lichaam om te tonen of dat je op je pad zit of niet. Zij tonen je wat dat er geheeld mag worden. Waar dat je nog beter voor jezelf kan zorgen en zo meer.
Nu, ik had gezegd, de donkere nacht van de ziel is slechts één onderdeel van het bewustwordingsproces. En doorheen het bewustwordingsproces doorlopen we immers verschillende fases die telkens terugkomen. Alleen niet telkens met dezelfde lessen, maar wel telkens op een dieper niveau. Dus dat betekent dat wanneer je in de donkere nacht van de ziel zit, dat je eigenlijk op zoek gaat naar het donkere in jezelf. En tijdens die donkere nacht van de ziel worden we vaak geconfronteerd met aangepaste omstandigheden in ons leven. Dus dat zijn eigenlijk vaak de triggers die ervoor zorgen dat we gepusht worden in die donkere nacht van de ziel. Wat dat maakt dat we niet langer afgeleid worden van onze pijnen en dat we eigenlijk niet langer geleefd worden door het leven op zich. We worden verplicht om de weg naar binnen in jezelf te gaan. De weg naar liefde is dat. En zolang je vastzit in die race van elke dag, heb je gewoon maar geen tijd om je daarmee te verbinden. Dus tijdens de donkere nacht van de ziel loop je naar het donkere om jezelf terug te vinden. En het is tijd om volwassen te worden als ziel. Onthoud ook, wanneer je doorheen die donkere nacht van de ziel gaat, dat dit het volgende gezegde. Het is altijd het donkerste voor de helderste dageraad. En dat gebeurt ook tijdens de donkere nacht van de ziel. Dus het moment dat je het echt eventjes niet meer ziet, het moment dat je eventjes het gevoel hebt dat je in een leegte zit, dat je in die, echt die donkere periode zit, weet dan dat het alleen maar nog weer lichter kan worden. Er gebeurt heel wat healing in het emotionele en het mentale lichaam. De lichamen, dus de verschillende lichtlichamen, worden gezuiverd, blokkades worden getransformeerd en alles wordt verschoven om je zodanig uit te leiden met je zielsmissie, met hetgeen wat je hier komt eigenlijk doen. Wanneer je nog niet op het pad van bewustwording en spiritualiteit aan het lopen was, kan dit heel beangstigend aanvoelen. Maar weet dat je jezelf niet hoeft te verdedigen of je hoeft jezelf niet te beschermen, want alles is oké, je bent beschermd. En alles wat er in deze fase gebeurt, eigenlijk helemaal allemaal doorheen je verder bewustwording, is voor ieders hoogste goed. Dus ook voor degenen die uit je leven verdwijnen. Voor de mensen die je loslaat, om wat voor reden dan ook. Als zij niet meer afgestemd zijn op wie dat jij geworden bent, of wie dat je moet, of eigenlijk in essentie bent, dan gaan die mensen eigenlijk uit jouw realiteit verdwijnen. En hoe verder jij loopt op pad van bewustwording, hoe meer je zal begrijpen dat elke ziel zelf kiest om mee te groeien naar die hogere energieën of niet. Dus dat betekent ook, en ik heb dat al meermaals verteld, dat sommige zielen de aarde zullen verlaten tussen nu en 2033, als zij niet verder wensen mee te groeien. En ook dat is prima. Hoe pijnlijk het ook is om mensen los te laten. Maar deze zielen hebben er niet voor gekozen om mee te groeien naar die hogere energieën, omdat zij gewoonweg nog meer ervaring wensen op te doen in de 3D-wereld. En onze 3D-wereld is aan het veranderen. Onze wereld is eigenlijk al een 5D-wereld geworden. En dat maakt dat het voor zielen die in de 3D-wereld willen blijven, fysiek gezien heel lastig is om hier te blijven. De energie is eigenlijk veel te hoog voor hen om hier te blijven. Ik hoop dat mijn poezen niet te veel storen, want ze zijn constant heen en weer aan het lopen, waardoor je het extra lawaai hoort. Dat komt dus van hen. Maar dus zielen die de aarde verlaten tussen nu en 2033 zijn zielen die nog meer willen leren over dualiteit. En die zijn dus nog niet klaar om naar eenheid te groeien. En bewustwording is namelijk het groeien naar eenheid. Eenheid in jezelf creëren, eenheid om je heen, eenheid in je wereld, ook eenheid in relaties. En dus leven vanuit de 5D-wereld en hoger is voor deze zielen gewoon nog niet aan de orde. Omdat ze gewoon nog niet klaar zijn ervoor. Dus begrijp ook dat de reden waarom dat er zoveel mensen sterven en de wereld verlaten onder invloed of door het virus of wat dan ook daarmee te maken heeft. Dus het is belangrijk om je spiritualiteit te omarmen en die te gaan gronden. Waarom? Omdat je tijdens de fase van de donkere nacht van de ziel ook gaat zien gebeuren dat ongegronde spiritualiteit door elkaar wordt geschud. Je gaat twijfelen aan alles waar je voorheen zeker over was. Pas wanneer je hogere en lagere energieën, dus je hogere energie, je hogere verbinding en lagere verbinding met de aarde verbonden zijn, ben je ook goed gegrond. En als je dan die verbinding met je hogere zelf en de bron volledig open is, zal je ware spiritualiteit kunnen ervaren en gaan belichamen. Want ware spiritualiteit is eigenlijk niet meer of niet minder
dat je ware essentie herkennen en dat vervolgens ook te gaan belichamen, waardoor dat je jezelf kan realiseren in deze incarnatie. En vandaar dat ik ook zeg dat zelfrealisatie het uiteindelijke doel is van bewustwording en van essentie en van het eigenlijk gewoon de reden waarom dat we hier nu op dit moment op de aarde leven. Nu, weet dat er ook meer gaande is dan wat je nu merkt en ervaart. En geef jezelf ook de tijd, zodat alles helderder kan verschijnen. Zodanig dat alles, dat je alles meer kan gaan begrijpen. Niet vanuit de logische verstand, dus laat je denken los. Want we proberen alles te begrijpen en dat net houdt ons tegen om nog meer in onze ware essentie te stappen. Overgave en vertrouwen zijn sleutelwoorden in bewustwordingsproces. Hoe moeilijk het ook lijkt om de controle los te laten. Ja, en misschien dat je inderdaad ook soms eens gaat opgelegd worden of wat dan ook. Maar weet dat dat ook geen falen is. Dat is enkel ook weer een ervaring die jouw ziel nodig had om weer iets te leren. Dus besef of wees bewust dat gedachten, emoties en overtuigingen toebehoren aan je ego. En je moet je ego niet elimineren, want je gedachten, emoties en overtuigingen heb je nodig om ook te gaan manifesteren. Maar je ziel weet, zonder dat het hiervoor altijd bevestiging of erkenning of goedkeuring nodig heeft van anderen, van de externe wereld. Denken maakt je vermoeid. En niet alles moet tenslotte begrepen worden met het hoofd, met logische verstand. Wanneer je het hart weet, is dat voldoende. Dus je hoeft ook niet constant voortdurend bezig te zijn met je spirituele groei. Dat hoeft niet. Wat aangekeken moet worden, zal naar boven komen. En wat geheeld mag worden, zal ook gevoeld worden. Dus vertrouw dat je ziel weet wat het doet en dat je gidsen jouw proces begeleiden. En zo vaar je mee op de flow van je eigen proces, van je eigen natuurlijke ritme. Want die groei is ook voor iedereen anders. We lopen tegen andere thema's aan, we hebben andere lessen te leren en dat is oké. Dus laat de controle los en laat je leiden door je hogere zelf in gidsen. En dan ga je meer en meer vertrouwen en weten en ook ervaringen en bewijzen zien dat alles goed is. Wat ik nog wel meegeef, vooral hier dat ik de video afsluit of deze podcast afsluit, is van als je antwoorden nodig hebt op de vragen waar je mee bezig bent, of wil je op een snelle, efficiënte manier werken aan blokkades en problemen, dan kan je mij altijd contacteren. Dan kijken we wat je nodig hebt om je verder te kunnen. Zelfs ook wil je iets weten meer over jezelf, over je pad, over je missie, over de reden waarom dat er een bepaald persoon in je leven is, of de reden waarom dat je altijd tegen hetzelfde aanloopt, ook dat kan je helderder krijgen via een transformatiesessie of via een reading of wat dat jij ook jou voelt aangesproken. Dus kijk op de Werk met mij pagina op mijn website. De website is www.schoolvooressentie.be of tik gewoon Lindsay Knokkaart in en dan ga je mij ook wat terugvinden. om te zien wat er eigenlijk nog allemaal meer mogelijk is. Ik heb verschillende producten en services gecreëerd zodanig dat er voor elk wel iets is wat je bij aansluit. Dus dat was voor vandaag. En zoals en altijd wens ik jou oneindig veel liefde en licht toe. En ik hoop jou snel te ontmoeten in een nieuwe video of misschien in een samenwerking. Dag!